vraag je af, vindt u dat Nederland zich moet afmelden voor de Paralympics? Ja, aan de ene kant wel, want het is natuurlijk een gevaar. En de ministers die zeggen zelf van we blijven thuis. Want we zijn bang dat er wat gebeurt en dan moeten die mensen daar maar blijven. Terwijl zij ook gevaar lopen in principe. En vindt u het ook niet gevaarlijk van die leger die kwam van die Poetin? Ja, sowieso. Ik vind dat Poetin zich daar verder niet mee moet bemoeien. En dat hij het gewoon zijn beloop moet laten. En het is belangrijk dat voor iedereen de veiligheid gegarandeerd is. Dus ook voor die mensen. Dank u wel. Dank u wel dat u wou meewerken. En een fijne dag nog. Hetzelfde. Weet je Boobie? Jij het Ryan. En wat vindt u van dat Nederland zich moet afmelden voor de Paralympics? Ja, dat vind ik heel erg. Bent u niet bang dat er iets met hen gebeurt? Of? Nou, ik hoop het niet. Ja, ik hoop het ook niet. Maar... Wat voor maatregelen kunnen ze nemen als er iets gebeurt? Ja, dat is een moeilijke vraag. En wat vindt u van de soldaat die president Poetin heeft gestuurd naar Ding? Bent u niet bang dat er iets gebeurt met hem? Nou, laten we het hopen van niet. Ik ook niet. Bedankt en een fijne dag nog. Dankjewel. Dag. 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 Mensen met een beperking kunnen nog erger beperkt worden dan dat ze zijn. Kunnen nog erger beperkt worden, hoe bedoel je? Net als ze zijn gehandicapt, maar als ze een ongeluk krijgen dat ze net als onder een lawine komen, dan worden ze misschien nog erger beperkt. Ja, maar daar kiezen ze dan zelf voor om mee te doen en dan de risico te nemen. Dank u wel. Goedemorgen. Ik ben Wella Kribe en dat is een hele oude hader. En onze stelling van vandaag is, Nederland moet zich afmelden voor de Paralympische Spelen. Ja, dat is altijd leuk, toch? Afmelden. Oh, afmelden, sorry. Ja. Nee, dat moet hij niet doen. Dat moeten ze niet doen. Want mensen met een beperking kunnen nog erger beperkt worden dan dat ze al zijn. Ja, dat hangt van hunzelf, hè?